Hartelijk welkom bij Luis in de Pels, het programma over media en democratie. Mijn naam is Jan Medendorp. Media en democratie, gaat het wel goed met die twee? De media lijken met name in de regio, in de gemeentehuizen, in de provinciehuizen en in de Tweede Kamer misschien ook wel steeds meer de grote afwezigen te zijn. Waar zijn de verslaggevers van Radio TV Oost? Waar zijn de mensen van Tubantia? Wat doen ze daar precies toch bij die regionale media? Is de Tubantia een soort AD geworden met een Twents accent? En we krijgen alleen nog maar spelletjesprogramma bij de lokale en regionale omroepen? Weten wij als volk, en dat is natuurlijk de hamvraag, nog wel precies wat er besloten wordt in die stadhuizen, in Enschede, in Zwolle, om de grote steden in de provincie Overijssel maar eens eventjes te noemen? Bij Luis in de Pels zijn we op zoek naar antwoorden. En in deze uitzending hebben we twee, denk ik, belangrijke gasten die op die vragen antwoorden kunnen geven. En ik heb als eerste gast Pieter Omtzigt. U bent een van die Kamerleden die al een paar keer hardop gezegd heeft, om maar eens met de deur in huis te vallen, dat u de media mist als aan uw zijde om de macht in dit land te controleren. Ja, in een gezonde democratie heb je een controlerende volksvertegenwoordiging en de media die mee controleert en objectief verslag doet van wat er plaatsvindt. En ik denk dat op al die punten wel verbeteringen mogelijk zijn. Als Tweede Kamerlid moet je ook als lid van de regeringsfractie durven controleren. Nou, daar doe ik mijn best voor. En dat is wat lastiger geworden nu er eigenlijk heel veel middelkleine partijen zijn in de Tweede Kamer. Dus ook de grote partijen kunnen vaak niet iemand vrijmaken om een groot dossier, om daar gewoon veel tijd in te stoppen. Soms is het wat vluchtig wat er gebeurt. Dus dan... Nou, dat lijkt me een understatement, want het is zeer vluchtig wat er in die Tweede Kamer gebeurt. Ook daar rennen ze van hype naar hype. En juist u, niet in de eerste plaats de reden dat we u uitgenodigd hebben, heeft in Den Haag en omstreken en natuurlijk een reputatie dat u wel als een soort terrier op bepaalde dossiers waar ogenschijnlijk geen mensen in geïnteresseerd is, pensioenen en dat soort zaken, om zich daarin te bijten en zowel in Europa maar ook in het land gewoon informatie boven tafel te tillen. Complimenten waren dit dus. Hè? U heeft het misschien niet allemaal zo opgevat. Maar... Ja, hoor. Dus, en dat die kleine partijen dat die er zijn, dat is dan ook weer natuurlijk een uitvloeien van de democratie. Dat we kunnen kiezen wie we mogen kiezen en wie we willen kiezen. Maar het gaat nu even om de rol samen met die media. Ik bedoel, u zegt zelf, de Kamerleden schieten tekort, doordat ze veel te veel op hun bord te hebben. Misschien wel, en omdat het veel te veel versplinterd is. En dat is bij de media ook. Die hebben liever een aflevering van Spoorloos of weet ik veel wat, dan dat ze natuurlijk zo'n vergadering of zo'n pensioendossier uitspitten. Dat klopt. En om je een voorbeeld te geven, op het Europese parlement stonden deze week een paar belangrijke zaken over copyright op de agenda, over het vrije internet en over de zomer- en de wintertijd. En dan zie je dat de media terecht ook aandacht besteedt aan zomer- en wintertijd, want dat is vrij makkelijk. Maar dat is een beetje flauw, want dat is toevallig van uw collega Arnie Schreier. Nee, dat is niet omdat dat van die collega is, want zij doet dat heel goed. En zij doet dat werk heel goed. Dit is super. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar je ziet dat het aantal stukken wat ik over die copyright zie is veel kleiner dan het aantal stukken wat ik over de zomer- en wintertijd zie. En dan zie je dat zowel Kamerleden als media voor onderwerpen gaan die soms wat makkelijk te bevatten zijn. En dat betekent niet dat het onderwerp minder belangrijk is, maar die andere onderwerpen over de pensioenen en over de WW die in Europa speelden, die speelden ook al jaren en daar horen we ook nooit wat over. En hetzelfde gebeurt vaak in Den Haag. Ik ben nu 3/4 jaar bezig om te zeggen dat model waarmee die elektrische auto's gesubsidieerd worden, kost miljarden en het model klopt niet. Dat kost me 6 keer Kamervragen. De meeste journalisten kijken me aan van begin alweer. Ik zei het model is geheim, de uitkomsten zitten er 100% naast, de uitgaven zijn 1,5 miljard voor die eerste serie en voor die Mitsubishi en nu zijn we weer bezig. En dan kijkt iedereen aan en zegt nee, dan moet je dus een jaar lang zelf vroeten en pas als je een jaar lang doorgevroet hebt, dat heb ik toen ook gedaan met die steun voor de rebellen in Syrië. Daar waren wij tegen, maar we kregen niet boven tafel. Dan moet je vroeten en dan komt het boven tafel. En dan soms heb je geluk dat een goede journalist op een gegeven moment denkt, hé, dat is interessant. Ja, maar ik kan ook nog de tijd herinneren dat Kamerleden, ministers, journalisten onder één hoedje opereerden, met elkaar hielpen, Nou, dat gebeurt nog steeds. Ik weet bijna zeker, als ik 's avonds naar mijn e-mailbox kijk,
en ik zie daar 's avonds om 11 uur een brief binnenkomen van de minister, dan weet ik dat dat artikel 's morgens om 7 uur op de Telegraaf of de AD voorpagina staat. Dan heeft... Dat is al ingestoken door die twee. Nou, dat is toch duidelijk. Dan hebben ze het overdag over... Ik vraag het er nu. Nou, dan is het totaal ingestoken. En dan zie je gewoon dat de spin van die minister op dat artikel zit. Omdat er geen hoor en wederhoor gepleegd wordt. En als ze iets vervelends willen begraven, krijgt het ook om 11 uur 's avonds. Maar ze is niet naar minister gegaan. Want vrijdagavond om 11 uur is natuurlijk het mooiste moment van de week. Want de krant van zaterdag is al dicht. Zondag is er geen krant. En maandag is het te lang geleden. Dus dat is sowieso het moment dat je op je e-mailbox even goed moet kijken. Het is wel heel cynisch nu, hè? Dat weet u, hè? Nou ja, dan twitter ik erover of dan ga ik er zelf kamervragen over stellen. Dus dan komen ze er niet meer weg. Maar ik zie ondertussen wat daar gebeurt. En je ziet ook dat soms media en politici ook iets te dicht tegen elkaar aanstaan. En dat is precies wat u beschrijft. Dat je kunt als medium natuurlijk ook... is dat heel fijn om zo'n brief te krijgen, want dan heb je wat meer informatie, dan heb je misschien een nieuwtje. Nee. Dat doe je mee. En, als je dat een tijdje lang niet hebt, dan moet je zelf het onderzoek doen. En dat is best wel lastig. We hebben de tijd van de jaren 60, 70. Ja, die heb ik niet meegemaakt. Jij wel misschien, maar ik niet. Je wordt heel persoonlijk, begrijp ik. Nee hoor. 80. Dan zag je dus dat die politiek en die journalistiek, dat je had hele belangrijke journalisten in Den Haag. Je had een heleboel weekbladen. Tegenwoordig is Peter R. de Vries de belangrijkste journalist van het land. Dat heb ik wel eens het gevoel, want die duikt in alle kranten op. Terwijl dat misschien vroeger wel de hoofdredacteur van Vrij Nederland en dergelijke was. De beleving, de belangstelling, het gaat goed met Nederland. Wat kan mij dat nou schelen wat er in Den Haag gebeurt? Heb ik het niet over mezelf? Praat even voor de gemiddelde Nederlander. Het gaat niet allemaal goed in Den Haag. Er zijn een paar dingen die in het medialandschap helemaal veranderd zijn. Het eerste, het internet in vergelijking met de jaren 60 en 70, betekent dat je in real-time nieuws hebt. Dus dat betekent dat een gedeelte van wat die kranten deden, namelijk wat de gewone verslaggever... De volgende dag... De volgende dag, dan zit je alweer 24 uur te laat. Je ziet dat die verdienmodellen niet aangepast zijn. En dat betekent dat al die krantenredacties gehalveerd zijn. Als je ziet waar de Twentse krant in Bansia, die net de veger de band gaf. Als je dat kantoor van hun nu vergelijkt met het kantoor 10 jaar geleden, dan hebben ze nog maar een kwart van de oppervlakte. We hebben u uitgenodigd omdat u het met ons signaleert. Ja. We laten natuurlijk dat nog, dat Randfestival, daar hebben we het later deze uitzending nog wel even over. Ja. Maar ik ben dan even nieuwsgierig. Zegt u van, door internet, door de maatschappij, door de huidige stand van zaken met de economie, het is niet zo erg wat er nu gebeurt. Oh, het is wel erg. Wat gebeurt er dan nu? Wat u zegt, kijk, dat kon doorgevoerd worden, dat kon besloten worden, omdat er gewoon geen journalist, geen meer voorhanden was om daar nou eens een goed artikel over te schrijven. Dan moet je niet met die elektrische auto komen, daar word ik helemaal gek van. Er wordt er maar helemaal gek van, maar dat is wel een voorbeeld van iets wat er doorgevoerd werd. Overigens zie ik dat de verslaggeving en ook de politici het vaak over de debatten hebben die gaan over een krantenartikel. Terwijl het echte veranderingen in het land plaatsvinden wanneer er een wet behandeld wordt. Ja, maar dat betekent dus dat dus wel die journalisten dan meedoen? Want als ze over een krantenartikel... Ja, maar dan gaat het over de krantenartikelen. Maar de echte veranderingen gaan wanneer een amendement doorgevoerd wordt dat zegt van nou, de toekomstige huizen gaan in principe van het gas af. Toen dat gebeurde was er weinig aandacht voor. Toen ik de nieuwe zorgverzekeringswet in de Kamer behandelde in 2006... Toen de dag dat hij door de Kamer ging, dacht ik van nou, vanavond zullen wij dit toch tenminste wel in het nieuws zijn met deze wet. Nee, want er stond ganzenlever op het menu van de Kamer. Dus een collega kwam uitleggen, een collega die ook nou, enig overgewicht had, die kwam op de televisie... Wat bedoel je precies met ook? Ik zei niet ook. Oh, dat dacht ik niet. Die kwam even vertellen waarom het goed was dat ganzenlever op het menu stond, omdat dat toevallig leuke bekte. Terwijl de verandering... Of je het ermee eens bent of niet, van een nieuw zorgstelsel natuurlijk een veel groter impact heeft. Gemiddelde Nederlander, veel Nederlanders, die hebben een huis. Er zijn allemaal die hebben een inkomen. Die hebben een auto, die hebben een televisie, die hebben in het weekend een flesje bier. Ja. Het gaat ons allemaal redelijk naar den vlezen. En daardoor is er misschien minder belangstelling. En daardoor zijn er ook misschien minder journalisten die ervoor hangen om die minister of die gedeputeerde of die wethouder tot de orde te roepen. Daar ben ik het niet mee eens. Je begon met de eerste constatering. Dat biertje, dat klopt. Dat heeft de gemiddelde Nederlander. Maar je begon met de gemiddelde Nederlander heeft een huis. Laat dat nou net het probleem zijn in Nederland. Enschede valt er nog enigszins mee. In de noordvleugel van de Randstad
zijn er veel te weinig woningen, koopwoningen en huurwoningen voor mensen met een normaal inkomen. Daar heb ik nog niet eens wat aan veranderen als de journalistiek daar bovenop duikt? En trouwens, ik lees er ook wel eens artikelen over, maar doen ze dat te weinig dus? Daar zit zowel politiek als journalistiek Nederland niet voldoende bovenop. Als je ziet hoe groot dat probleem is, vind ik dat daar veel te weinig aandacht voor is. En dan kunnen de oplossingen nog verschillend zijn. De een zal meer huurwoningen willen hebben, de ander meer koopwoningen en hoe dan ook. Ja, dat maakt niet uit. Maar dat is nou volgens mij een van de grote problemen. Als de politiek in plaats van zich aan de ene kant constant bezig te houden met alleen maar klimaat of alleen maar genderneutrale toiletten of aan de andere kant met alleen maar migratie, in het midden laten we het liggen. We hebben het niet over de woningen, we hebben het niet over hoe komt het dat we een ziekenhuis in Lelystad dicht doen. Hè? Ik bedoel, dat zijn de dingen die we moeten regelen. Daar gaat het juist wel over. Ja, daar gaat het wel over, maar dat zijn de dingen die we als politiek dienen te regelen. Dat is waar de politiek voor uitgevonden is. Ik hoor wat u zegt. U zegt eigenlijk, maar ik probeer er tegenin te brengen dat het de samenleving is die zo werkt. En de politiek vindt het ook wel lekker, denk ik, dat er niet dat er in de gemeentes, in de provinciehuizen en naar de Tweede Kamer lopen nog wel redelijk wat journalisten rond in mijn beleving. Ja. Maar dat het allemaal niet al te vol is. Want de lezers en de kijkers en de radioluisteraars zijn ook niet helemaal niet geïnteresseerd in al die verhalen over vergunningen voor dakkapellen en over nieuwbouwwijken die wel of niet... Nee jongen, maar die vergunning voor dakkapellen, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is wel zorgelijk dat de gemeenteraad van Enschede hier, daar zitten nog wel journalisten. Maar in een wat kleinere gemeente zien we eigenlijk niet meer dat er journalist zit. Dus het enige wat je als burger kunt doen is die gemeenteraad live volgen. Nou, dan moet je wel tijd over hebben. En juist die tussenfunctie van iemand die aangeeft wat de drie belangrijkste partijen in de gemeenteraad vonden en dat je dat kunt lezen, is wel heel belangrijk. Want anders krijg je politieke partijen die bij stemwijzers worden wij alleen maar beoordeeld op wat we beloven. Ik moet de eerste stemwijze nog zien die gekeken heeft. Wat jullie gerealiseerd hebben. Die afgelopen 4 jaar, die beloftes die ze vorige keer gedaan hebben, hebben ze tenminste daarna gestemd. Omzicht. Dus dan krijg je een heel rare democratie. Ik zie u later dit programma nog even terug. Want ik nodig zo meteen uit de hoofdredacteur van RTV Oost. En daarna zou ik het leuk vinden als jullie samen nog eventjes met elkaar in gesprek gingen. Maar dat dus straks. Nu eventjes de stand van zaken bij het Dran Festival 2019, moet ik natuurlijk zeggen. En dat is het festival voor de democratie, dialoog en durf. En dat wordt gehouden op 17 en 18 mei, ja, in de komende maand. Waar het vraagstuk media en democratie volop aan het bod zou komen, net als in dit programma. Ja, de stad van zaken. Ten tweede gaan we wat... We gaan helemaal in Denemarken met echt veel succes. En ze gaan ook workshops geven aan het ROC-studenten. De initiatieven, zal ik ze daar wat dieper op ingaan. Nou, even kijken wat zijn nog meer bij ons. COC is... Ik wil waarom deze bonnetjes achterop zitten. Ja. Hè? Henkel Karsten, hij is onlangs begonnen als hoofdredacteur van Radio en TV Oost. Daarvoor werkte hij ook al bij de regionale omroep, maar dat was weer een tijd geleden. En daartussendoor heeft hij 10 jaar bij Windesheim gewerkt, is hij docent geweest. Kortom, hij is er even uit geweest. En docenten, daar worden we niet vrolijk van in deze wereld. Wat heb je er tegen? Ik heb nergens tegen wat tegen. Maar jij wordt er niet vrolijk van, zeg. Ik heb nu onder andere ook op de werkvloer van RTV Oost heel veel met mijn oud-studenten te maken die daar nu uitstekende producties maken. Ik denk dat die heel blij zijn met docenten die het vak hun hebben bijgemaakt. Het is wel zo, maar zo werkt het natuurlijk vaak, dat je niet meteen ziet dat je grote stappen maakt. Maar als je achteraf terugblijkt, dan pas weet je wat je geleerd hebt en hoeveel je geleerd hebt. Er is één groot verschil tussen u en mij. Ik ben niet teruggekomen. Ja, maar u dan, want we kennen elkaar wat langer. Jan, ik wou net zeggen, ik ben weggegaan bij Oost en niet meer teruggekomen. U wel, bijna 10 jaar geleden. En voor de luisteraars thuis, of voor de kijkers thuis die denken, nou, dit is wel heel klef allemaal. Ja. Dat klopt. In begin jaren 90 hebben wij een behoorlijke tijd samengewerkt met allerlei programma's. Dus dan maakt het des te aantrekkelijker om u nu eens even goed de pin op de neus te zetten. Nee, flauwekul hoor. Maar u bent hoofdredacteur geworden in een tijd van Radio TV Oost, dat ik denk, ze doen niet meer mee. Er is nauwelijks meer televisie, ik geloof 20, 30 minuten dat er nog een programmaatje is. En op radio, wanneer ik het ook aanzet, het is muziek. Dat zit dan echt in jouw oren, want ik zou zeggen, als je naar de cijfers kijkt, dan blijkt het tegendeel. De cijfers zijn niet goed, meneer Karsten. Maar die cijfers zijn niet slecht. Want als je kijkt, nou ja, pak onderzoeken erbij. Hè. Wij doen elk jaar, 2 keer per jaar zelfs, doen wij een onderzoek naar hoe we als regionale omroeper voorstaan. Het gaat niet alleen over onze eigen kijkcijfers en luistercijfers, maar gaat ook om de vraag hoe het publiek
in onze regio regionaal nieuws tot zich neemt. Nou, dan staat nog steeds 4 op nummer 1 de regionale televisie. Dan is met name natuurlijk de online bijzonder belangrijk. De online kanalen nemen alleen maar toe. En de slag nu, journalistiek gezien, wordt ook online uitgevolgd. Nee, maar dat klopt ook, want ik kijk ook heel vaak op de app eventjes, een paar keer per dag. En dan ben je niet alleen. Hè? Er zijn duizenden, honderdduizenden mensen die elke dag die app raadplegen. Ik zeg niet dat het mijn tijd beter was, maar als ik nu wel eens langs heb... Ja, maar de suggestie dat we een speler zijn die er niet meer toe doet, dat is een suggestie die ik verder van mij werp. Okay. Het is misschien wel relevanter dan ooit, omdat we... Kijk, in jouw tijd, toen we begonnen met radio, hadden we een heel... Begonnen met tv hoop ik, want radio was er al een tijdje. Ja, maar ook jij bent begonnen bij radio. Want toen ik bij Oost kwam, was jij daar al actief en toen bestond alleen nog radio. De televisie kwam net in die tijd op. Toen was ook Radio Oost buitengewoon een belangrijke speler bij ons in de regio. Maar we hadden wel een heel... duidelijk publiek. Daar spraken we intern over. Je wist, dat is nou niet bepaald de twintiger die naar Radio Oost luistert. Wat je nu hebt, is de mogelijkheid, dat is ook onze mediaopdracht, om... De mediaopdracht is iedereen in de provincie bereiken. Dat is natuurlijk per definitie een illusie. Maar we hebben nu wel de kanalen en de techniek om een veel bredere groep in onze provincie te bereiken dan we ooit konden. Via de internet, via de app, is dan nu wel het publiek... Mijn dochters wonen niet in de provincie, zeg ik in alle eerlijkheid, maar die wonen in een andere provincie. Maar ik heb nou niet de indruk dat ze daar naar de regionale omroep kijken of luisteren, ook niet via de app. Ja, maar ik weet niet hoe oud jouw dochters zijn, maar de ervaring leert dat op het moment dat ze op een zekere leeftijd komen, zegt de 30er, zegt de 40er, dat ze wel degelijk ook geïnteresseerd raken in wat er om hen heen gebeurt. En dat ze dan dus in de eerste plaats de app ontdekken en later, als ze dan nog ouder worden, zoals jij en ik, dat ze dan ook geïnteresseerd raken in radio en televisie. Jan, je zegt het al een paar keer, we zijn allebei, we hebben meer verleden achter ons dan toekomst voor ons, als ik het zo mag uitdrukken. Wij hebben nog samen programma's gemaakt, maar wij zaten ook in diezelfde periode op de publieke tribune bij de diverse gemeentes, bij het provinciehuis. Daar kom ik nooit iemand meer bijna tegen van RTV Oost. Dan moet je er ook eens wat vaker naartoe gaan. Nee, ik ben regelmatig in het provinciehuis, maar daar zie ik nog wel eens iemand, geef ik toe. Als jij naar het provinciehuis gaat, dan zul je zien... Ja, doe maar, want als jij naar het provinciehuis gaat, die stelling durf ik wel aan, dan zul je mensen van ons aantreffen. Juist die provinciale schaal, dat is nou juist een laag die we nog steeds heel goed volgen. Okay, want... Waar wij meer problemen hebben, geef ik je meteen toe, is dat wij niet meer in staat zijn om bij iedere gemeente... bij elke gemeenteraad en bij voorkeur ook bij elke commissievergadering op die tribune te zitten. Dat lukt niet. Daar hebben wij niet de mensen voor. En dat is omdat wij kleiner zijn geworden. Je refereerde eerder in de uitzending al aan Tubantia. Ook die hebben ingeleverd. Maar datzelfde zie je ook bij de regionale omroepen. Wij moeten met minder mensen meer doen dan wat we in de eerdere tijden altijd moesten doen. Toen had je radio. Het aantal mensen, we hebben nu minder mensen dan toen alleen voor radio. Ja. Om maar wat te noemen. Hey, ik hoor wat u zegt, maar goed, automatiseren is ook een ander verhaal. En u zal gezegd, want die cijfers ken ik dan wat minder goed. Maar meneer Omtzigt, hij schuift straks nog even bij, die zei heel nadrukkelijk, de democratie, ik zeg het even mijn eigen woorden, doordat de media, en niet alleen radio en tv's, maar in zijn algemeenheid, de journalisten, de media, ik zie ze niet meer. Ze doen hun taak van controleren. Die schieten helemaal bij in. Het is vooral lachen, gieren, brullen. En de leuke dingetjes, om het maar even in mijn woorden samen te vatten. Ik heb het hem horen zeggen. Precies. Ja. Ja, reageer daar eens op, is mijn gedachte. Ik vind het te somber. Natuurlijk als je kijkt naar hoe wij als Oostad bijvoorbeeld hebben. Dat je met veel minder mensen veel meer moet doen. Ja, dan is het op dat niveau kun je dus minder aandacht besteden aan de gemeenteraad. En dan klopt de analyse van... Nee, goed, maar de jaren 7... Kijk wat er verder gebeurt. Kijk hoeveel online initiatieven er zijn van mensen die nu nieuws... brengen, die dat ook op een hele kritische manier doen. Kijk naar de landelijke... Ja, maar ik zeg niet dat die journalisten die nu werken, dat die de werk niet kunnen. Dat, zo simpel ben ik niet. Maar in de afgelopen jaren, laten we het ruim nemen. Wat is door de journalisten van u, is er naar boven gekomen wat anders verborgen was gebleven? We hebben, zeker het gaat om de vuurwerkramp, hè? Dat is, maar, nogmaals, ik ben 10 jaar... Even geleden? Ja, zeker. Dat is maar, je gaf net ook al aan, ik ben ook in die tussentijd ook een hele periode weg geweest. Maar het is heel even geleden, maar nog niet heel lang geleden dat ook de laatste onderzoeken naar boven kwamen. En dat is nog steeds iets waar wij als regionale omroep bovenop zitten. We zijn, als het gaat aan de andere kant van de provincie, bij de luchthaven Lelystad, de commotie die daaromheen is, daar zitten wij bovenop. Onlangs hebben we nog onderzoek laten doen met 3 regionale omroepen, met hoe staat dat nou
in die regio er eigenlijk voor? De opvatting is, het gevoel is, er is massale weerstand. Maar klopt dat? Is dat ook zo? Dat zijn zaken die wij ook als regionale omroepen, in dit geval toevallig gezamenlijk, hebben opgepakt. Als je kijkt hoe RTV Oost actief is geweest in de viervoudige moord bij Enschede en heeft blootgelegd wat daar aan ten grondslag ligt. Ja, daar wordt nog steeds hele serieuze en ook hele degelijke journalistiek bedreven. Het hele systeem, vroeger werd het betaald via opzenden voor de provincie, dat is allemaal voorbij. Het gaat nu rechtstreeks, wordt u betaald vanuit Den Haag. Er is ook heel veel kritiek inmiddels op van landelijk, regionaal en ook, nou, zoals hier 1 Twente, de lokale omroepen die steeds professioneler worden. Zou dat niet geherschikt moeten worden, ook juist om die taak misschien, die democratie in de gaten houden, om die beter uit te voeren? Heeft u daar een idee over? Ja, natuurlijk, kijk, in mijn ideale wereld zou je een goede lokale nieuwsvoorziening hebben die echt kan doordringen in die haarvaten van de samenleving. Die wel die mensen heeft om bij iedere commissievergadering op die tribune te gaan zitten. Waarmee wij op. Zou je het liefst wel hebben? Dat zou ik het liefst hebben. Dus dan zou je het liefst misschien wel met de kranten, in ieder geval met 1 Twente, misschien wel nationaal, dat je dat op een nieuwe manier door elkaar husselt en weer gaat inzetten. Ik vind het buitengewoon jammer dat wij ook in de regio onze energie versnipperen, doordat we te weinig samenwerken. En natuurlijk is dat door de jaren heen zo ontstaan. In mijn ideale wereld zou ik bijvoorbeeld ook helemaal niet verkeerd vinden om met een krant als Tubantia samen te werken. En in het verleden was die samenwerking er ook meer dan nu het geval is. De persgroep heeft een andere afweging gemaakt. Nou, de persgroep niet. De mensen die werkten bij de krant, bij de regionale omroep, bij de lokale omroep, ik heb wel eens het idee gehad, die stonden elkaar bijkans naar het leven. Ja, heb ik niet over u, hoor. Nee, maar dan moet je dat op twee niveaus zien. Hè. Natuurlijk, als je dat journalisten die die hebben die concurrentie nodig om beter te worden. En die staan elkaar als het gaat om de journalistieke afwegingen. Je zegt naar het leven, zo erg is het niet. Oh. Maar natuurlijk, je wilt een halve seconde sneller zijn dan je collega. Dat is een hele goede journalistieke goede concurrentie die alleen maar met alle dat hoort zo. Amberger, Tenten hebben dat ook als de buurman. Het is doodzonde, er waren prachtige initiatieven, onder andere ook in Brabant. Het is doodzonde dat we heel veel tijd vermorsen, zal ik dan maar zeggen, aan dezelfde kleine dingetjes, het 112 nieuws, wat we op dezelfde manier, op dezelfde dag, op hetzelfde moment brengen. Als u zegt als eigenlijk veel meer zouden kunnen zijn. Ik pleit ervoor dat we die samenwerking, dat we gaan kijken hoe we dat op een betere manier, in ieder geval in Overijssel, kunnen aanpakken. Ik ben voor samenwerking, op welke manier dan ook, in Overijssel, om die journalistiek in de regio sterker te maken. Mooi einde van dit blok, meneer Karsten. Dank u wel. Ik zie u graag zo meteen terug in gesprek als ook meneer Omtzigt, het Kamerlid, weer even aanschuift. Kijk naar Luizende Pels en we hebben twee opzienbarende gasten. De hoofdredacteur van RTV Oost, Henk-Jan Karsten, en een prominent CDA-Kamerlid uit de regio, Pieter Omtzigt. We hebben u allebei al in dit programma even aan het woord gehad. En nou zitten jullie mooi naast elkaar, dat komt goed uit. Wat verwacht u van hem, meneer Omtzigt? Dat hij de macht onafhankelijk controleert en af en toe iets schrijft waar ik niet mee eens ben. Ja, of laat zien of horen. Dat is ook een terechte verwachting, ook een verwachting die we, denk ik, waarmaken, niet 1-op-1. Het is niet zo natuurlijk dat wij, ik zit even te kijken welke kant ik op moet gaan. Het gaat nu met hem. Dus, ja, oké, we zijn met elkaar expert. Ik ga alsjeblieft door. Oké. Dat is natuurlijk een terecht verzoek, niet 1-op-1, dat we meteen ook iets doen op het moment dat een Kamerlid in actie komt, dat wij ogenblikkelijk ook in actie komen. Maar ja, wij controleren nog steeds die democratie en we zitten niet meer, dat is wat we niet waar kunnen maken, iedere keer nog weer op die publieke tribune of in Den Haag of in de gemeenteraad. Maar ik denk even aan de provinciale verkiezingen, waarbij we met een project als het verkiezingsprogramma van Overijssel hebben laten zien dat we ook als journalistiek nog steeds ook die agenda kunnen bepalen, mee kunnen bepalen en dus kunnen laten zien wat er speelt in deze samenleving en wat ook de onderwerpen, de thema's zijn waar de politiek zich druk over zou moeten maken. Ja, dat vond ik een wat raar programma, moet ik zeggen. Een wat raar programma? Ja. Want? Ja. Omdat de rollen daar vermengd werden. Het verkiezingsprogramma van Overijssel had de pretentie dat TV Oost bepaalde wat het verkiezingsprogramma moest zijn van politieke partijen voor een provinciale statenverkiezing. Nou, zo werd het gebracht. Ik zat erbij. En als ik bedenk van wat ik hier een beetje mis in de regio bij zowel TV Oost als bij TC Tubantia, is dat er verslag gedaan wordt van wat er gebeurt. Werkelijk waar. In Den Haag, 1 keer per jaar met Prinsjesdag. Maar over dingen die met Overijssel gaan, zie ik er echt wel weinig van. En
dat spijt mij wel. En ook gewoon controlerende vragen over wat we aan het doen zijn. Want ik zei, ik hoef er niet altijd gelukkig van te worden, juist niet. Dat wij voortdurend de politici volgen. En ik deel niet dat je zegt dat je... Ik heb het woord voortdurend ook niet gebruikt. Ik zou niet aan moeten denken dat jullie 24 uur per dag politiek... Laten we eens reageren op de opmerking over het verkiezingsprogramma. Ja. Want het is niet zo dat wij hebben gezegd, ik wil dat echt verder van me werpen, van dit is het verkiezingsprogramma en dit is wat politieke partijen zouden moeten doen. Zo hebben we het ook niet ingezet. Wat wij hebben gezegd is, wij gaan... inventariseren bij ons publiek waar het volgens dat publiek om zou moeten gaan bij deze provinciale verkiezingen. Daar komen een belangrijk aantal thema's uit. Met als een van de verrassende uitkomsten woningbouw. Ik heb het net eerder in deze uitzending gehoord als een van de belangrijke thema's ook voor de komende jaren. Dat komt ook heel expliciet naar voren in de inventarisatie wat wij hebben gedaan. Daarmee niet zeggen, dit is dus het verkiezingsprogramma wat partijen zouden moeten gaan uitvoeren, alsof wij zelf een politieke partij zijn, maar wel als een soort meetlat om de verkiezingsprogramma's van die partijen aan af te meten. En ja, de provinciale politiek neemt het buitengewoon serieus, heeft het met dank in ontvangst genomen en heeft ook aangekondigd. Wij gaan dat ook zelfs in de coalitieonderhandelingen buitengewoon belangrijk... En ik ga me er nu toch ook even mee moeien. Ik vind dat zoals u het beleeft en zoals men om zich beleeft, daar zit enige ruimte tussen. Dat kunnen we wel blijven herhalen, maar dat staat nu op. Nee, maar laat mij ook eens wat zeggen, want daar zit ik tenslotte voor. U heeft in het eerste blokje nadrukkelijk ervoor geijverd, meneer Kars, dat u zegt van ja, om de journalistiek maximaal te kunnen laten renderen, ook om de democratie te controleren en veilig te stellen, zou er gewoon eigenlijk een heel nieuw huis gebouwd moeten worden van de omroepen en dergelijke. U heeft dat natuurlijk meegekregen, meneer Omtzigt, wat Karsten zei. Wat vindt u daarvan? Zou u daarvoor zijn dat het op een andere manier gekeken wordt naar hoe de landelijke, regionale en de lokale omroepen, zodat die structuur op een andere manier wordt ingesteld, zodat wel maximaal rendement gehaald kan worden? Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld heel vervelend is dat de regionale omroepen, zo'n laag nummer op de televisie hebben. Dus daar verloren ze heel veel mee. Dat zijn hele stomme dingen, maar het is wel heel fijn dat ze... In het 60 zitten ze geloof ik oost, hè? Ja, bij Ziggo zitten we op 30, hangt van de provider af. Maar van de provider af, maar je zou ze wel graag op 4, 5, 6, 7 hebben zitten. Ja, en niet, want je zept gewoon niet door, tenzij je er specifiek naar zoekt. Ja, klopt. Dus het zijn niet alleen dingen die de overheid moet doen. Ik zit altijd heel erg dubbel met journalistiek en overheid. En zelfs bij het huidige regeerakkoord vond ik één regel lastig. En dat is dat wij extra geld beschikbaar gingen stellen als regering voor journalisten. En ik zie het nu al voor me. Want ik moet er niet aan denken dat je als journalist moet gaan tenderen bij de Rijksoverheid van... ik wil graag een onderzoeksproject doen. Nou, als het onderzoeksproject is van in kaart brengen... Dit is ook niet hoe de werkelijkheid gaat. Hè. Wat de minister Slob heeft gedaan is een pot met miljoenen, 5 miljoen euro, voor regionale onderzoeksjournalistiek. Dat verdeelt hij via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, via het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Het is niet dat wij nu bij de minister toestemming moeten gaan vragen om op... Nee, maar het is geen toestemming. Maar geld te krijgen, dat is niet hoe het werkt. Ja, maar ik heb het liefst... En dat is waarom we bijvoorbeeld bij de NPO ook langjarige macht gingen geven. Dat is een bescherming van de journalistiek. Dus ik heb het liefst dat journalisten zo langjarig mogelijk hun dingen kunnen doen, zodat ze er bijvoorbeeld geen rekening mee hoeven te houden of ik het wel leuk vind of niet. Dat is een essentie van de journalistiek, is dat je daar vooral geen rekening mee haalt. Of Mark Rutte, dan wel Lilian Marijnissen, dan wel Simon. Dat heet dan publieke financiering. Ja, dat heet publieke financiering. En wat dat betreft vind ik dat we goed naar dat bestel moeten kijken, maar bij zo'n bestel horen ook wat langjarige onafhankelijkheden en niet dat je zoals deze omroep regelmatig... Een van de redenen dat... Wacht even, laat me even uitspreken, want wat wou je, maakt de zin eens af, wat u zou zeggen over 120? Nee, dat zie ik ook, dat ontzettend zijn best doet om overeind te blijven, maar je hoopt dat als zoiets overeind blijft, dat je het voor een aantal jaren probeert en dan kijkt hoe dat verder gaat. Eigenlijk, als ik het mij mag moeien nog even, en dat bedoel ik niet, ik heb er zelf ook gewerkt, maar als je ziet dat er 10, 12 miljoen begroting bij RTVO's per jaar gaat, en ik hoor lees wel eens wat over salarissen van deze en gene, dan denk ik, ja, daar is toch veel meer uit te halen, meneer Omtzigt, dat bedoel ik eigenlijk veel meer. Ja, dat... Ik vind het makkelijk om op ongeveer alles kritiek te hebben in dit land. En dat weet u ook van mij.
Maar ik vind het lastig om precies te bemoeien, behalve als het de topsalaris van een omroepbaan. De presentator van De Wereld Draait Door bijvoorbeeld. Nou, dat zou een voorbeeld kunnen zijn, daar kan ik best wat van vinden als politicus. Maar ik vind niet dat wij ons dagelijks met programma's moeten gaan bemoeien. Dat is echt even iets waar ik instant weg ben blijven. Wat ik wel constateer, is dat de politieke dimensie, zowel bij TV Oost op de regionale thema's die landelijk spelen, en bij Twentse Krant Tibantia, dat als het aan mij zou liggen, die net iets vaker in beeld zouden zijn. Karsten? Daar kan ik me alles bij voorstellen, maar dat heeft wat te maken met juist ook die publieke financiering, die alleen maar minder is geworden in de wetenschap, dat de taak steeds groter is geworden. Dat betekent dat je de mensen die je hebt steeds meer zult moeten verspreiden over online, over radio, over televisie. En dat leidt ertoe, bijna per definitie, dat je in die berichtgeving dus scherpere keuzes moet maken. U heeft 10, 12 miljoen van de overheid, u kunt nog erbij. Ja, dat lijkt ongelooflijk veel. Het is ongelooflijk veel. Dat lijkt ongelooflijk veel, want ik weet niet wat het betekent. Een half uurtje Raad TV voor een puntje muziek op de zender, vind ik dat veel geld. Dat is voor een basisvoorziening waarmee wij aan de andere kant gevraagd worden om door te dringen in die haarvaten van de samenleving. We constateren dat we daar niet de bemensing voor hebben en die moeten we wel betalen met datzelfde geld om dat ook echt waar te kunnen maken. Daarom zegt Pieter hier ook, wij hebben onvoldoende, wij zien onvoldoende die controlerende rol terug. Dat heeft alles met die mensen te maken. En dat heeft ook met die publieke financiering te maken. Op het moment dat we aan de ene kant bezuinigen, kun je niet aan de andere kant zeggen, wat gek dat je niet blijft doen wat je altijd al deed. Afsluitend opzicht. Ik word op dit moment vaker door 120 gebeld dan door RTV Oost. Lijkt mij een mooi einde. Maar, ik zeg maar gewoon even hoe ik op dit moment dat zie. Want ik bedoel, dit was echt als een serieus punt. Ja. En ook het vorige punt was vrij serieus. Er zijn partijen die meedoen zonder verkiezingsprogramma. En dan maakt RTV Oost het verkiezingsprogramma. Dan zijn we de verantwoordelijkheid bij het verkiezingsprogramma. Okay, maar dat nee, dan zijn we het aan het omdraaien. Dat is niet hoe de werkelijkheid is. Hey, maar goed, wat ik wel een punt vind, dat de RTV Oost dus minder vaak met omzicht belt dan 120. Als maar dan kom ik mee aan een aantal telefoontjes. Ja, dan zullen we het afleggen ook in. Maar dat is toch niet waar het uiteindelijk om gaat. Kijk, uiteindelijk draait het erom niet zozeer om hoe vaak we jullie bellen, maar hoe wij inzicht geven in dat wat er speelt in onze samenleving. Dat zit hem niet in in dat ene quoteje wat we ophalen. Dat nee, helemaal niet in het quoteje. Het mag ook een achtergrondgesprek zijn. Ik zit niet op een quote te wachten. Sterker nog, ik vind het soms lastig als ik in Den Haag zit om naar de studio in Hengelo te komen. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar er spelen grote regionale belangen. Gaat die N35 aangelegd worden of niet? Hoe komt het dat die lijn bij Zwolle niet functioneert? Allemaal thema's die ook met grote regelmaat terugkomen in onze programmering, noem ik dat toch maar even. Maar wij hebben een online focus, dat zal overigens bij 120 niet anders zijn. Daar komen dit soort onderwerpen voortdurend aan bod. Nou, ik merk weinig dat er van de politieke discussie die erover plaatsvindt tussen de politieke partijen, welke prioriteiten dat heeft. Of wanneer ik regionaal met thema's bezig ben, zoals die brand in Lingen, dan merk ik daar relatief weinig van. Heren, de tijd zit erop, ook bij deze omroep hebben wij niet ongelimiteerd tijd. U bent uiteraard in de gelegenheid om zometeen na afloop gezellig nog eventjes in onze kantine door te praten. Ik ben u zeer erkentelijk voor voor het aanschuiven, meneer Omtzigt, meneer Karsten. En u heeft gekeken naar de derde aflevering van Luis in de Pels. Dank voor uw aandacht en volgende week zijn we er uiteraard weer. Wacht even met wegschakelen. Want mijn collega Luid van de Pels, hij is van de Vrije Republiek Twente, die heeft nog een prettige reportage vanuit het Twentse achterland. Over naar jou, Luid. Ja, hallo. Dit is Luid van de Pels hier voor de Vrije Republiek Twente. En we staan hier voor de Tempelier. Café de Tempelier in het buurtschap Ulpelo in de gemeente Twijnen. Want hier staan we voor de residentie van de carnavalsvereniging De Driebuur. Kom, gaat u even mee naar binnen? Ik zit hier, dames en heren, even tête-à-tête met niemand minder dan prins. Ja, even op mijn briefje kijken, want ik onthoud het allemaal niet zo makkelijk. Prins Rinze de Achtste, klopt dat? Ja. Zeg prins, het is hier nu zo'n 4 weken geleden, dat carnaval was. Hoe was het?
Mooi. Nou, dit was Luik van der Pels hier in de Tempelier voor de Vrije Republiek Twente. Terug naar de studio.